Hey mensen, ik ben Saskia Boef. Deze vlog gaat over Bassie om aandacht aan hem besteden, want Bassie gaat achteruit. Gaat helemaal niet goed met Bassie. Hij zit in een rolstoel, als jullie al wel weten, maar gaat niet goed met hem. Daarom gaat deze vlog speciaal over hem. En Matt Hoogrammer komt ook in voor, want hij heeft ook een liedje gezongen van Bas en Adriaan. Dus veel kijkplezier. Ik wandelde in het bos en zag een hele leuke hond. Die was daar in zijn eentje en die vrolijk in het rond. Ze staart was van een tempel en ze kon van een bouquet. Je haalde hem een keertje aan, toen ging hij met je mee. De man kwam dus goed van zijn tante Jan. Hij vroeg, is dat jouw hond? En jij zei ja. Die man die vloog me bijna naar uw spoor. Hij zei, jouw hond die beet mijn jas kapot. En maakte van mijn broek een oude vloer. De schade ging dus groot, dat vind ik rot. Maar jij betaalt mij graag een beetje bot. Had ik nou mijn negen cent? Nee, je vraagt een ja. Dan riep je nu hip hip hoera. Had ik al mijn nee gezegd. Maar jij zei ja voor een beetje twist. Had ik al mijn nee gezegd. Dan had je goed verkeerd beslist. Ja, dat is waar. Wat mijn moeder zegt. Maar het moet zijn dat je nee zegt. Ik was een ja. Dat ben je ook nog. Vertel eens wat er toen gebeurde. De vrouw die belde bij me aan en zei, u heeft geluk. Ik heb hier een encyclopedie, het is de tiende druk. Voor 900 gulden. Mijn schipels, pianetjes aan. Het is weer tijd om naar bed toe te gaan. Het is al donker, de kippen op stok. De koets in zijn hand en de hond in zijn hok. Naar bed, naar bed. Want slapen is goed, is de lekker gezet. Naar bed. Een dag vol pret, een lekker glas melk, dat is goed voor de nacht. De maan en de sterren, die hadden de wacht. Het was weer een dag, die zak er weer uit. Maar de deur gaat op slot en de lichten gaan uit. Naar bed, naar bed. Want slapen is goed, is de lekker gezet. Naar bed, naar bed. Dan is er morgen weer een dag vol pret. Amerika heeft zo'n 50 staten. Hier bijvoorbeeld Arizona, Texas, Alabama, Florida. Maar je snapt het al een beetje. En al die staten bij elkaar noemen ze de Verenigde Staten tot Amerika. Dat, je snapt het helemaal. Is Amerika groot? Ja, heel groot.
van de west- naar de oostkust, dat is zo'n 3000 kilometer. En hier kunnen wij een aantal rondrijden? Ja, dat gaan we allemaal naartoe. Nou, dat mag jij zeggen, maar zit jij de prijs gewonnen? Dan ben ik wel zien. Wat wil je zien? Ik wil helemaal meer dan zien. Als passie meedoet aan een quiz winnen die ieder verbazende hoofdprijs. En dat is een rondreis met twee personen door Amerika. We vliegen op dezelfde dag in New York. De baron, handig varieert bij 100. Worden door de politie gezocht wegens inbraak. En ze houden zijn schuil in een groot verbiedsbrief. Hey, echt gezellig, hè? Bassie, hé. Hey. Ah, jongens, stil eens even de boeltje. Bassie. Zo. Ik pak hem wegwezen. Bassie, wat is er? Hoor je dat niet? Wat? Het spookt hier. Het spookt hier, hoe kom je daar nou bij? Zie je dat zwarte ding daar? Waar? Die koffer op die sok. Die box. Ja, het is erbij. En er zit een vent in. Hoe kom je daar nou bij? Ik sta daar en ik hoor mijn naam eruit roepen. Boeten? Nee, toch? Ja, toch. Ga weg. Nee, ga even terug. Bassie! Nou. Oh, hoor je het nou zelf ook? Ik hoor alleen mijn eigen stem. Nee joh, keihard! Was u? Nee toch. Ja toch. Ga weg. Nee, ik ga weer terug. Knabelkenduisie. Ja meneer Spookstra. U komt maar op mijn huisie. Ik heb een rood neusje. Wie ben jij? Ik ben Adriaan. Hé? Hey, Adriaan! Ja? We zijn allemaal mooie. Wat? Hoe denk jij dat hij heet? Wie? Dat figuur in die koffer. Geen idee. Die heet net als jij. Nee toch? Ja toch? Ga weg. Nee, ik ga weer terug. Hey. Nou, even kijken waar die aan de boot op de wacht is. Adriaantje. Ja, Marcie. Is het bootje niet gemaakt? Ja, het bootje is gemaakt. Je kan niet stappen. Hoi, hey, dat is er mee. 1, 2, 3, 4. Wat ben je toch ook, Peter Oliedom? Peter Oliedom? Ik ben vandaag zelf diep gezonken. Ja, klopt. Jongen, wat doen we nou? Nou, ik ben de hoek gemaakt. Wat? Jij maakt de boot. En ik maak dat ik wegkom. Tot over 1000 tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 96, 997, 998, 999, 1000. Nou, even kijken waar hij de boot weer gemaakt heeft. En of... Oh, en jullie zijn, ik ben er ook weer. Ja, het spijt me dat jullie in deze kleding moeten ontvangen, maar mijn gewone kleding om een buitje te drogen. Ja, want er zijn vandaag deze vissen. En normaal is vissen heel erg ontspannend. Maar het wordt spannend en inspannend als je gaat vissen met een domme plan. Oh, mijn mama is midden.
Wat doen we nou? Nou, ik zal proberen om het te plakken. Kan ik je misschien ergens mee helpen? Ja, je kan helpen. Oh, fijn. Je zorgt dat je uit de buurt bent en de eerste 1000 tellen niet terug. Fijn dat jullie er zijn, maar we hebben helemaal geen tijd voor jullie. Je moet denken. Dus wat zeg je nou? Ja, ik zeg tegen onze vrienden en vrienden die dat we moeten doen. En daar werken wij. Nou, zo bedoel ik raden de kinderen moeten doen, want dan nemen de kinderen toch mee naar ons werk. Nou, als jullie dat leuk vinden, dan jouw kinderen. Gaan wij dan naartoe. Naar de kinderen! Ga je mee, naar het Heerlijkens, naar het Heerlijkens. Ga je mee, er is Heerlijkens in de stad. De wagens met dieren, die komen eraan, de tent wordt opgezet. De masten met dieren, die zetten we op, en dan begint de pret. Ga je mee, naar het Heerlijkens, naar het Heerlijkens. Ga je mee, er is Heerlijkens in de stad. De zeilen die liggen al klaar op de grond, de tent die kan omhoog. Nu maakt het niet uit wat voor weer of voor sport, want wij zitten nu droog. Net hier aan, aan vriendjes en vriendinnetjes, is Bassie en Adriaan. Hallo vriendjes en vriendinnetjes, welkom bij Dromen met Bassie en Adriaan. Iedereen droomt wel eens en dromen kunnen heel leuk zijn. En de leukste dromen die jullie zien, dat zijn de dromen van Bassie. Hij droomde dat hij piloot was, een cowboy, een leeuwerd en een goochelaar. En in zijn eerste droom zijn we musketeers.